Zien gaat vooraf aan praten. Het kind kijkt en herkent voordat het kan praten. Onze plaats in de wereld wordt allereerst vastgelegd door het zien waar we zijn en wie we zijn. Wat we zien en hoe we uitleggen wat we zien door middel van woorden is nooit compleet. In een wereld die we alle kennen, creëert de kunstenaar zijn werk als onderdeel van de gemeenschap. Hij stelt onze omgeving vast en maakt er een tastbaar voorwerp van. Het voorwerp of kunstwerk verlicht ons, verontrust ons, behaagt ons en misschien zet het ons aan het denken. De kunstenaar draagt bij tot het bepalen van onze identiteit, terwijl hij hierdoor zijn eigen identiteit bepaalt. Deze videoproductie ging op bezoek bij 7 individuele kunstenaars in Suriname die nu bezig zijn een groepsexpositie voor te bereiden. Het werk dat zij zullen presenteren is nieuw werk dat tot stand gekomen is na 1980. Deze groep artiesten heeft zichzelf georganiseerd in de associatie Beeldende Kunstenaars Suriname met het doel aandacht te verkrijgen voor de hier te lande werkende kunstenaar. Hun expositie draagt de naam Identiteit. Dit programma is gemaakt in de hoop dat hun werk en ideeën gedeeld kunnen worden met een groter publiek. De 7 artiesten zijn Nola Hatterman, Rudy Getrouw, Ron Flu, Paul Boei, Ruben Karsters, Suki Irodikromo en Cliff Sangayang. Zeven kunstenaars, verschillend als 7 dagen. Toch hebben allen zich verenigd op zoek naar identiteit. 7 kunstenaars, 7 dagen in Suriname. Zondag, Nola Hatterman. Nola kwam uit Nederland in Suriname in de 50er jaren met het idee een serie schilderijen over de geschiedenis van ons land te maken naar aanleiding van het boek van Anton de Kom, Wij slaven van Suriname. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de schilderkunst van ons land als lerares, zowel als artieste. Je schildert. Kijk, je hebt natuurlijk een heleboel mensen die schilderen als bezigheid prettig vinden. Dat is het ook. Maar dat is maar een deel van de schilderkunst natuurlijk. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En als je het niet te moeilijk hebt, dan is het een aardige vrije tijdsbesteding. Zoals het ook voor veel mensen niet meer dan dat betekent. Maar als je er, laat ik zeggen, ernst van maakt, dan wordt het heel wat anders. Dan heb je om te beginnen iets te uiten. Het is misschien moeilijk om het te generaliseren, maar zoals het nu is, zou je kunnen zeggen, kun je de plaats van de kunstenaar als een wegwijzer zien. Je probeert toch altijd iets van jezelf te uiten en bewust te maken voor jezelf en ook voor anderen. Dus laat ik zeggen, de ene kunstenaar probeert de mensen bewust te maken van de schoonheid van het land, de andere van een abstracte compositie. Maar je bent altijd wel met iets bezig om aan te tonen dit of dat. En zo zou je hier kunnen zeggen, er is hier natuurlijk een grote behoefte aan bewustheid. Vandaar ook het begrip identiteit. Maar dat kan op zoveel manieren geuit worden. Ik heb het hier wat allerlei betreft heel prettig en makkelijk gehad. De mensen vingen me op, ik kon bij mensen eten, ik woonde voor belachelijk lage prijs bij iemand in huis. Maar je moest natuurlijk toch wel wat verdienen ook. En ik had ook wel portretjes te maken
dat deden ze ook en ik verkocht wel iets. Ik heb een tentoonstelling hier gehad bij het binnenkomen. Ik begon met een tentoonstelling en die viel geweldig in de smaak, omdat het allemaal donkere mensen waren. En ik herinner me nog dat ik iemand daar rond zag lopen in die zaal en zei, hè, dat doet je goed, hè, wanneer je je eigen mensen zo ziet afgebeeld. Nou ja, zo ben ik dus gaan lesgeven om mijn hoofd boven water te houden. Maar toen drong zich ook aan me op dat hier wel degelijk talent zat. Dacht ik, dat zou mooi zijn. Kunstenaars voor Suriname en zo is dat lesgeven begonnen. En zo kwam ik al heel gauw met een paar zeer talentvolle Surinaamse jongens, toen nog echt jongens van 14 en 15 jaar, in aanraking. Armand Baag en Ruben Kastens. En nou ja, dat is met een vaart gegaan. Die hebben zich geweldig ontwikkeld. Ik heb er in die tijd meerdere. Jules Sinafoen is ook bij mij begonnen en is tot hij naar Nederland ging ook bij mij geweest. Later weer Soekidjan Irodi Kromo en dan een heleboel die zelfs in hun werk nog wel voordelen van hebben, maar wat niet naar buiten treedt als kunst. Maar bijvoorbeeld op bepaalde landskantoren waar ze tekenaar zijn. En het is allemaal wel goed gegaan. Een ontzettende spanning hier in Suriname. En ik was thuis in Brokkoponde en op dat moment was de televisie uitgevallen. En de telefoon ging niet, kranten en post uit de Atlaszaak ook niet. En wat het geweest is, weet ik niet precies. Maar ik wilde dit maken, ik moest dit maken, ik begon ermee. En ik heb het credo genoemd. Het is dus de bedoeling dat het iemand voorstelt die een vast geloof heeft of een geofferde is, hoe je het zou willen noemen. En wat er nog als bijkomstigheid bij komt, ik heb dus geprobeerd om het duale in ons mensen vast te leggen, in het verschil tussen het ene oog en het andere. Het ene is rustig en vastberaden, wat natuurlijk altijd er moet zijn wanneer iemand op welke wijze zich ook offert. Maar het andere geeft wel degelijk de angst en de onrust weer. En dat samen kan dus tot een uitdrukking komen die werkelijk menselijk is. Zo heb ik het gevoel. Het ontstaan van deze saxofonist is eigenlijk wel merkwaardig. Want ik zat in een taxi, ik moest in Paramaribo ergens naartoe, ik nam een taxi. En die chauffeurs die hebben vaak bandjes op hun taxi. Hè? En ik zit binnen en dan hoor ik me een saxofoon solo. Nou, ongelooflijk mooi. Wie het is geweest, weet ik niet, maar het was iets prachtigs. Nou ja, en daar was hij ineens. Ik zag het zo voor me. Toen denk ik, dat moet ik maken. En dit is een portret van iemand die ik zou schilderen hier. Maar ik had toen dadelijk het idee, toen ik daar aan dacht, om haar in haar eigen huis, in haar eigen omgeving te schilderen. Wat ik ook als, hoe moet ik het noemen, als opgave wel mooi vind, om een portret met achtergrond. Meestal heb je portretten met een effe achtergrond of een stukje interieur. Ik vond dit nou wel mooi om te doen, zo'n stuk achter haar huis. Nou ja, die gaat natuurlijk toch gelijke tred houden met de toekomst van het land. Dus we zijn in een zeer dynamische en moeilijke situatie, maar vol met mogelijkheden. En ik zou haar zeggen, vol met toekomst. Nola Hatterman overleed op dinsdag 8 mei jongstleden. Mogen deze film als eerbewijs dienen voor al hetgeen Nola voor Suriname betekende en nu nog betekent.